De volgende is Juliette, die door haar vriend Hans is opgegeven. Schakelen, gassen, schakelen. Tussen die poort door, hup, gaan. Oké, en daarin, goed zo. Ja, goed mikken en gassen. Ja, daarin. Ja, goed zo. Hup, die andere poort. Ja, ah. Oh, kut. Schakelen, gassen. Wat doet ze nou? Wat? What the fuck doet ze nou? Waarom stuurt ze een hele gas naar de andere kant op? Ga maar, gewoon doorrijden. Ik rijd door! Oké, okay, rustig. Godverdomme! Rustig, gewoon, ja, gaan. Hup, gaan. En nog een keer door die poort heen. Ja, niet daar red je het niet mee, wijfie. Je moet gewoon gaan sturen. Rustig. En daarheen. Jezus, ho, joh. Doet ze nou? Je rijdt bijna het hek in. Echt, die is niet goed, hoor. Rijdt het gras in. Hou je snap. Hoe ga ik naar achter? Rustig nou, joh. Indrukken en opzij duwen. Klaar. Rustig. Er staan mensen hier. Deze is compleet wacko. Ik ben er doorheen, toch? Jij bent scary. Ik schrok een beetje. Twee spiegels kapot. Die was al kapot. Ja, maar die was er nog niet uit. Oh, je snavel. Ik krijg serieus iedere keer kippenvel van het mens, hoor. Kippenvel? Ik krijg dit hem. Waarom heb jij haar opgegeven? De agressie, zeg maar, die wil ik eruit hebben gaan worden. Dat gaan we hopelijk ook gaan gebeuren hier. Het gaat goed komen, hoop ik. Nou ja, de eerste overleeft voor vandaag. Gebeurt.